Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Wisselend bewolkt weerbeeld boven Nederland. Op sommige plaatsen schijnt de zon, op sommige plaatsen wat wolkenvelden. Maar het is droog. Misschien aan het eind van de ochtend of begin van de middag een enkel buitje in het zuidoosten. Maar verder een droge dag vandaag en de zon doet goed haar best. Temperatuur in de ochtend 20 graden, vanmiddag oplopend naar 23 graden in het noordwesten van het land. En landinwaarts wordt het vaak wel 25 graden. Een zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit een noordelijke richting. Een heerlijke zomerdag en de avond belooft ook veel goeds. Met temperaturen die lang. Boven de 20 graden blijven en het klaart dan volledig op. Morgen beginnen we de dag misschien met wat wolkenvelden, maar in de loop van de dag gaat de zon volop schijnen. De buienkans is heel klein, zo niet verwaarloosbaar, en als er wat valt, zou dat langs de oostgrens moeten zijn. Het wordt landinwaarts 27 graden op de wadden 4 of 25. Vrijdag nog hogere temperaturen met misschien wat sluierwolken. Temperatuur lokaal al aan 30 graden. Daar gaan we zaterdag overheen. Met heel misschien laat op de dag een regen- of onweersbui. De buienkans is zondag wat groter en dan doet de temperatuur een klein stapje terug. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.